Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier Robert Tultrex, de enige echte natuurlijk. Nou, het is de afgelopen weken bergafwaarts met me gegaan. Ging even niet goed. Details. Laat ik achterwege. Is niet zo heel erg belangrijk. Maar ik ben weer terug met een comeback. Ik ben heel veel momenteel aan het uitrusten. En 's avonds doe ik eigenlijk bijna helemaal niks meer. Lekker uitrusten, lekker slapen. En dan de andere dag weer lekker werken. Ik pak tegenwoordig mijn rust. En dat is hard nodig. Want ik denk dat dat de grootste oorzaak is geweest. Dat het niet zo goed ging met mijn gezondheid. Dus ik ben ontzettend veel aan het uitrusten. En weer aan het bijtanken voor weer een nieuwe dag werken. En op mijn herstel in ieder geval. Het ging echt heel erg slecht. Zelfs hartkloppingen gehad. Dus het ging niet erg heel erg goed met me. Maar goed, in ieder geval. Ik ben er nog. De laatste tijd gaat het wel iets beter met mij. Dus we gaan gewoon door. Ik hoop, hou me er niet aan op. Ik weet het nog niet zeker. Ik heb vorige week gewoon, of afgelopen weekend, heb ik gewoon echt helemaal niks gedaan. Van de week eigenlijk ook niks. Of vorige week ook niks. Ik heb gewoon eventjes een paar dagen... Heb ik gewoon rust moeten pakken. Want dat had ik gewoon nodig. Had ik dat. Dus hang me er niet aan op. Ik wou eigenlijk afgelopen week. Of afgelopen weekend wou ik nog wat gaan doen. Is er niet van gekomen. Ik had ook niet veel mensen. Sterker nog, ik had bijna niemand. Die met me mee kon. En later bleek eigenlijk dat het eigenlijk wel dat het goed was. Want ik heb daardoor weer heerlijk lekker rust gepakt. En ging het een stuk beter. Dus we houden gewoon lekker rust. Lekker rust. Ik heb echt de tijd nodig om bij te komen. Om weer een beetje te herstellen. Absoluut vreselijk beroerd geweest. Dus ik hou zoveel mogelijk rust. En nog in totaal nu 4 dagen. En dan is het zover. Dan kan ik eigenlijk met vakantie of 5 dagen nog eigenlijk. 5 werkdagen nog. En dan zit het erop. Dan kan ik genieten van mijn vakantie. En dan heb ik wat meer tijd. Ik hoop wat meer conditie. En ik hoop dat we dan wat meer kunnen gaan opnemen. Dus dat dus in ieder geval. Een hele hoop gebeurd de afgelopen week. Ik ga er niet echt heel erg veel dingen over vertellen. Maar in ieder geval, het ging echt helemaal verkeerd. In ieder geval ben ik nu weer een stuk beter, een stuk opgeknapt. En die brok in mijn keel inmiddels, trouwens, dat had ik in die vorige vlogs had ik daarover. Dat ik elke keer zo'n brok in mijn keel had, die is al stukken minder al. Gewoon veel rust pakken en dan maar kijken dat het wat beter gaat. In ieder geval, nog 5 dagjes, moet nog even doorzetten. Even door de zure appel heen bijten. En dan heb ik over 5 dagen. Precies vandaag over een week. Dan kan ik eindelijk met vakantie. Ben ik gewoon 1 maand. Ben ik gewoon lekker vrij. Ik ga ook nog weg. Ik ga als het goed is ook nog naar de Efteling. Moet ik even kijken of dat ik daar mijn eigen goed voel. Om daar naartoe te gaan. In ieder geval, wens me beterschap. Het, uh,
kanaal heb ook even een tijdje even stilgelegen. Ik voor mijn gezondheid vond ik even heel erg belangrijk. Belangrijker dan mijn YouTube-kanaal. Dat kan later nog wel weer een keer als ik weer wat opgeknapt ben. En daarom waren er dus de afgelopen dagen waren er geen vlogs. Voor mij was de laatste vlog was maandag of dinsdag. Is de laatste vlog. Nee, maandag is de laatste vlog geweest. Dus ja, even een pas op de plaats om even bij te komen. En ja, binnenkort dan is het echt zover. Dan heb ik vakantie. En dan heb ik meer rust. Heb ik. En dan kan ik meer dingen doen. En dan kan ik meer dingen opnemen. Dus ik wil nog een hele hoop dingen wil ik nog gaan doen. Ik ga nog niet vertellen wat ik allemaal ga doen. Want dat gaan jullie in de aankomende weken hopelijk zien. Als ik wat opgeknapt ben. En ja, er staan nog een hele hoop dingen. Er zijn nog een hele hoop dingen die ik wil gaan doen. En dat gaan jullie de aankomende weken zien. Dus ik pak even mijn rust. Er kunnen even wat dagen tussen zitten dat er geen uploads zijn op mijn YouTube kanaal. Geen paniek. Niet deabonneren. Gewoon geabonneerd blijven. Want er komt echt nog wel weer. Er komen echt nog wel weer video's aan. Maar ik heb gewoon eventjes rust nodig. Dus ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe de duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal dus voor meer video's. Als je abonneert, belletje indrukken. Vergeet deze video niet meer dikke duim omhoog te doen. En wens me beterschap. Jongens, groetjes van deze kant. En ik zou zeggen, tot de volgende vlog maar weer. Bye bye. Hoi.